zaterdag nou toch weer opnieuw een man van Saxo Bank op kop. Oeh, Kastorovjeko, is er al af. Met Kreger. Ja, die heeft ook al zijn werk gedaan. Kastorovjeko heeft al zijn werk gedaan. Die wist toch dat hij die trui niet meer kon houden tot vanavond. En die heeft gewoon zijn werk al gedaan. Ja, Michel Kreger, de Reuzen, neigt dus ook af. Maar dan moeten ze gewoon... Ze kunnen niet meer buiten tijd zijn, dus ze moeten ze gewoon op hun gemak naar boven rijden. Maar zijn er nog altijd 10 die toch nog een tandje of 2 grote rijden, maar is totaal niet nodig om de 140ste te worden of de 160ste, dat maakt totaal niet meer uit. Zitten ze op een stuk van 9%? Ik zie toch dat ze toch met een kleine versnelling rijden, hoor. 39, 21 denk ik. Ja, die man is toch dan al dus niet meer voorrijdt hier. Ja, die gaan lang mee. Voorlopig nog weinig Belgen te zien. We gaan het kijken voor Van den Broeke. Serge Pauls, zie ik ook. Voorlopig niet zitten. Zwaar gevecht, je ziet het. Straks zat hij vooraan, maar nu... Ik wou net zeggen, het gaat niet meer zo goed met Gaan de Rift. Te weinig nodig. Koen Nego, die hangt er ook nog wat aan. Maar het is een beetje kat en muis spel tussen Sky en... Een hele goede contador, zie ik. Saxo Bank. Maar Rabo weer zich goed. Rechts demarrage? Oh nee, ik dacht dat Geertje ging demareren, maar die ging alleen uit zaten. Ja, voorlopig toch een heel mooie collectieve prestatie van Rabo. Nog maar een man of 3-4 vooraan. Kobbo en Seeltruijers, van achter. Kobbo zal zichzelf niet opvolgen, denk ik, in dit jaar in de volgende. En ook Montfort, de Belg. Ja. Rijdt daar van Radio Shack. Dat is niet gemakkelijk als je natuurlijk de Tour gereden hebt en je moet dan nog een keer die Vuelta rijden. Er zijn er. Dat moet Vroom ook, hè? Ja, oké. Vroom voor de Tour had hij al gekost, niet zodanig vroeg, denk ik. Oké, we moeten afwachten met wat er van Vroom. Ik denk toch dat het tussen de Spanjaarden dan wordt. De Vuelta. Volgens mij zat daar ook nog bij Marcinski. Want dat is niet Thomas de Gent. Nee. Kamerki zit er ook nog bij. Valverde. Tennis. En wat rijdt die buitenblad, denk ik. Ja, Vroom, nou moet je wel komen. Daar komt Contador met Porito in het wiel. Ja, de Spanjaarden gaan beginnen. Vroom moet nu reageren. Oeh, opletten jongens. Contador die even omkeek. Contador. Hij scoot erop, Contador. Kijk eens. Ja. Weet jij, danst weer op die pedalen. Alberto Contador en Vroom heeft het moeilijk. Vroom heeft het moeilijk. Alhoewel in de Tour bepaalde ritten zeggen we ook dat Vroom het moeilijk heeft, maar dan demareert hij plotseling. Ja, weet je wat de Vroom is? Die is een beetje zo'n houten klaas. Hè? Die kan niet goed uit het zadel. Een beetje stijf, hè? Ja, die zit ook zo krampachtig op die fiets altijd. Ik zie hem niet zo graag op die fiets zitten en alles vooraan. Ik vind hem zo heel krampachtig, maar ja, je weet wel rap natuurlijk. Ja, rijdt heel grap. We hebben ook nog een West-Vlaanderen zo iemand gekend, Pommentier, die want ook de Giro, die zat ook slecht op een fiets, maar die reed ook wel rap. Dat was toch wel de man met misschien wel de lelijkste stijl op de fiets? Ja, toch wel. Vroom vind ik nu toch ook niet zo heel mooie positie. Nou, Vroom gaat dan tempo maken. De eerste speldeprik van Valverde is een feit. Het gaat hier om de bonificatieset, dames en heren. Kijk, Anton komt terug. Contador! Dan heb ik nog een stuk van 9% en dan de laatste
2 kilometer schakelt bij. Vroom die toch weer daar problemen heeft, hoor. Ik denk dat ze daar toch moeten gaan, zo, want de laatste 2 kilometer, van kilometer 6 tot 5, wat zeg ik, de laatste 3 kilometer is 5%, en de laatste 2 kilometer, van 2 tot 1 is nog 1%, dus Vroom weer terug. Die sterk is, moet daar nu toch gaan, zijn. Kijk, en dit is wat Contador zo goed beheerst, hè, die tempoversnelling, hè. Talensky, van achteren. En ik zie daar volgens mij Geesink rijden en Mollema. Die rijden daar vlak achter de 4. Ja. Die bemoeien zich eigenlijk niet met die demarages. Ja, niet mee bemoeien. Ik denk dat het eerlijk gezegd ook niet beter kunnen is. Nee. Maar om hier in ieder geval wel vervolgens te zitten, is al sowieso al een. moet je sowieso al een beetje kunnen trappen. Ook Road zit erbij. Ze kijken toch allemaal een beetje naar elkaar. Ze denken toch dat we toch maar een kopgroep zitten, toch nu wel een man of 15. Goede 3 kilometer, denk ik. Ja, stop het. Het is ook nog een beetje omlaag straks. Ja, maar het steilste stuk is nu toch voorbij. Het was van kilometer 2 tot kilometer 5 was toch een gemiddelde van 9%. En nu de laatste 3 kilometer zijn 5% en 1%. Nou, de laatste kilometer gaat eigenlijk geleidelijk aan naar beneden. En eigenlijk nog een 800 meter naar beneden. Dus ja, Moreno. De eigenlijke klim ligt op 800 meter van de aankomst. En het is inderdaad Marcinski die voor Van Kanselij mee zit. Een goede 15 man toch. Dan zien we hier wat spurters nog bij zitten of die nog tamelijk rad met de voeten kan in de spurt, want van verder, hè? Ja, voor mij. En Roach, van verder en Roach, het zijn toch eigenlijk wel de mannen. 16 renners. 16 renners stel ik. En Cunego links. Richieport rijdt op kop van deze kopgroep op de ARAT. Als ik een pronostiekje mag doen, zou ik voor Val Verde gaan. Maar wel heb ik daar toch nu toch een demarage, denk ik, van een pistolero. Ah, hij schiet weer een keer een cartouche. Ja, die moet wel degelijk gaan, anders wordt het toch een spurtje. Er zijn wel degelijk modificaties, dames en heren. Nu gaat Mollema volgens mij meesluiken. Modificaties. We zijn 12,84 seconden aan de finish. Daarom is het zo belangrijk dat je hier goed van voren zit. En Contador heeft het in de gaten. Hij moet hier op kop rijden, want het is anders te gevaarlijk erachter. Die berg staat helemaal vol met Pascu. De laatste 400 meter heel stijl. Maar die heeft ook nog niks gedaan. Dat is een hele berekende renner. Ja. Anton komt weer terug aansluiten. Maar de meesten komen toch terug, zeg. Ja, Roach is er weer. Die gaat nou op kop rijden. We schakelen weer achter naar Capecchi, Talensky en Marcinski. Dani Moreno, Enal. We zien daar ook nog Geesink met gekromde rug. En hier dus de nieuwe aanwinst van Bjarne Ries. Roach. Maar die is nog redelijk rap, hè, Roach, hè? Ik wil het niet vergeten. Maar ik wil dan zien als ze nog renders bijzetten, een render van Movistar voor toch nog tempo te maken voor nog nu voor Valverde. Hopelijk zie ik één iemand zetten. Denk. Dat moet Moreno zijn, denk ik. Anton gaat weer. Daar gaat Contador droppend erover. Hij schakelt weer een tandje bij en dat doet Contador heel erg goed. En dat is soms wel een probleem bij Froome, die dan op zo'n heel klein koffiemolentje blijft rijden. Zoals je dat eigenlijk bij de junior eigenlijk al leert, om dat gewoon een tandje bij te schakelen, zoals anderen dat ook doen. Hij zit toch goed in het wiel van de motor hier. Maar oké, bergop voelt je natuurlijk niet. Maar hij weet ook dat dit zo meteen nog lang gaat. Maar dat wil hij graag een gat hebben. En nu? Ja, nu staat hij toch een tamelijk gat. Nu moet het ook zeer. Froome heeft het moeilijk, maar die komt zeker terug. Nou, als hij eenmaal dat buitenblad gevonden heeft, dan gaat het wel.
die zitten in de tuurhalve, in de tuurhalve. Ja, in de corridor. Zo. Ze zijn echt helemaal van de pot gerukt, hoor. Het is gevaarlijk met die mensen al met die vlaggen. Nog een keer. Vanuit de helikopter maar, nu. Maar Valverde reed die totaal niet los, hoor. Kijk, een Vroom die dan hier niet bijschakelt, hè. Dat is toch een gemis. Maar Valverde blijft gewoon in het wiel. Je moet gewoon maar in het wiel blijven, Valverde. Niks anders doen. En Vroom die komt zeker terug. Die komt zeker terug in zijn gekende stijl, maar die komt zeker terug. En natuurlijk, Valverde moet niks doen. Je moet gewoon in het wiel blijven nu van Contador. En dat gaat hij zeker ook doen. En het wordt de spurt tussen... De grootheden in de wielersport op dit moment. Purito en El Pistolero. Rodriguez en Contador. En Contador weet dat Froome natuurlijk zijn grootste concurrent is. Ja, die zitten, die moet natuurlijk niet meer rijden. Ja, die anderen die rijden nu niet op kop. Die rijdt toch maar gewoon. Toch berekend, denk ik. Omdat ook het stijlste is natuurlijk voorbij. Maar gaat nog wel een keer, hoor. Het stijlste is voorbij. Kijk, nu moeten ze ook op kop rijden. Rodriguez, Valverde, hier dus dat groepje met Talensky, met Capecchi, met Robert Geesink, met daarvoor ook door Anton, met Roach, die probeert terug te komen, die natuurlijk een overwinning ruikt, de Ier. Nog een goede kilometer vals plat en dan gaan ze de laatste 800 meter luchtjes naar beneden tot aan de finish. Dan komt dat door, die gaat nog wel een keer proberen, denk ik. Wegrijden op het vlak gaat hij niet doen, denk ik. Valverde onderhoudt het tempo. Die weet toch dat hij de rapste is. Kijk eens, ze rijden er echt gewoon 50 meter achter. Hè? En Roach die is weggereden uit het pelotonnetje hier. Maar die man nog temporiseren, Valverde. Die mannen mogen nog terugkomen. De mannen die terugkomen, die moeten toch rapper rijden. Of de mannen die voorop rijden. Dus die mannen mogen terugkomen voor Valverde. Hij schakelt hem dan bij. Hij is totaal. Ja, de motor zijn er mee. Kom maar mee, zegt hij op. Allee, zegt hij vooruit. Valverde die de deur dicht doet. Ja, die heeft controle. Maar daar komt hij. Nee, totaal niet. Daar komt hij. En Valverde heeft gewoon een betere aanzet. Ja, natuurlijk. Dat weten we. Hij speelt met de pedaal. Valverde. Ja, dit is een beetje getelefoneerde afspraak. Natuurlijk. Nu moet Rodriguez gaan. Nu. Een beetje tweestrijd tussen de twee Spanjaarden hier. Tussen Valverde en Contador. Daar rijden ze. Daarvoor rijden ze. Ze zien ze rijden. Maar ja, probeert hem nog eens een keer terug bij te komen. Ja, nu moeten we hier van de Rabos zien op. Hij gaat nog een keer proberen maken. Inaus die zit er ook nog bij. Kijk, ze zijn eigenlijk aan het demareren nu, aan het sprinten en het vechten voor die laatste bocht. De laatste. En dat is heel gevaarlijk, daar moet je echt voor opletten. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ja, dat gaat goed. Zo zeg. Kijk, die Purito. Die duikt hier eventjes die bocht in. Dan moet je wel goed voor opletten. Kijk, Purito. Met van verder in het wiel. Hoge snelheid zeg. Hop. Maar... Valverde blijft er het in, maar ik denk dat hij... Corito wint toch, als het zo doorgaat? Ja, dat komt van verder nog misschien? Denk het niet. Zo. Het is Froome die ook nog de kwalificatie pakt en het is Corito die wint. Ja, volgens mij wel. Die derde zijn. Maar wat een aankomst, wat een zotte aankomst. Wat een zotte aankomst, denk ik. Voor mij wordt Valverde moeilijk te zien, maar... Wat een zotte aankomst. Ja, die aankomst moet je zeker verkennen. Als je die aankomst niet kent, en Purito, die had hij zeker toch verkend, zie ik maar. Denk ik waarschijnlijk ook wel Valverde, maar... Hier wint ik. Marcinski binnen. De eerste man van Vakansoleil. Dus Thomas de Gent in de eerste etappe krijgt hij al tijd aan de broek. Nog een keer, kijk. Ja, maar die is al... Die komt terug, Valverde, die komt terug. Voor mij is het Purito. Kijk, zie je, dit is echt op het snelste hoor, wat ze kunnen. Ja, dat is niet goed. Veel te moeilijk die aankomst liggen, hoor. Valverde wint voor mij. Ja, wacht, hier komt de streep. Valverde wint. Voilà, Valverde die wint. Nou, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien, ja. Ik had het ook moeilijk, maar ik denk dat Valverde wint. De chaos. De chaos op Arate. Ja, Valverde wordt al achtervolgd. Dat had je toch heel goed gezien met het aardense oog van Macan. Ja, het was dit, hoor, denk ik.